Hallo, ik ben Ellen. Dit is Leo. En dat is kleine Marcel. En vandaag hebben wij Laurence bij ons op bezoek. Oh, beweging. Ik, ga je weg? Ga je weg? Wat ga je doen? Nee? Maar bluf maar lekker, Leo. Is het warm? Het is te warm, denk ik. Ik heb zelf geen kinderen, dus voor mij zijn dat mijn kindjes. Ja. Dus, Is het misschien daardoor dat je geen kinderen hebt, omdat je eigenlijk al voelt... Ik heb geen tijd voor kinderen. Nee. Maar we zijn gewonnen. Ja, we zijn gewonnen. Hallo Ellen. Hey Laurence, hoi. Mag ik vragen waar ik zit? In ons tuinkerkje zitten. Ja. Thuis. Thuis, bij u thuis? Ja, bij mij thuis. Ja. En hoe lang woon je hier al? Wij wonen hier zo lang als aan de honden oud zijn eigenlijk. Wij wonen hier 8 jaar. 8 jaar? Ja. Zijn ze allebei 8 jaar? Of ze zijn 8 jaar. Ze schillen 3 maanden. Ah ja. Ze zijn eigenlijk allebei 8 jaar. Ah, ja, dus... Al bijna 9 jaar. Van de ene. Ja. Dus jullie zijn hier komen wonen en onmiddellijk... En dan zijn de honden bijgekomen. Eigenlijk zijn we hier komen wonen en de vorige eigenaar had 2 honden, Deense doggen. Hmm, dat was een hele oude meneer eigenlijk. En die zei, als je mijn huis koopt, moeten mijn honden erbij pakken. Dat vond ik zo raar. Oh. Maar die zei, ja, ik woon op een appartementje in Brussel. Ik heb geen plaats voor die 2 honden. Plus dat domein was hier voorzien voor honden. Alles was afgeschermd of... En hij zei, je moet mijn honden en mijn duiven, we hebben ook tortelduiven, die moeten erbij pakken, want ik kan er niet meer voor zorgen. Dan zeiden we, ja, in het begin vonden wij dat wel raar, van gewoon die wel luisteren naar ons. We waren hier dan een paar keer geweest, maar eigenlijk waren dat superlieve beesten. Groot, hè, ja. Een bruin en een grijn. Toch? En maar tegen dat heel die acte gepasseerd was, was er al 1 gestorven. Oh. En die andere, die had al zoveel verdriet dat zijn maat dood was. Dat hij hem in slaap had laten doen. Zegt hem, als ik dan nog eens wegga, dan zit jij nu met 1 hond die eigenlijk zijn baasje kwijt is, zijn broertje kwijt is en een nieuwe eigenaar. Dus hadden wij zoiets van, wij hadden nu wel zo gehoopt op 2 honden, hé, waakhonden ook. En dan zijn Marie en Vic, de kinderen van Gert, mijn mama heeft nog een bouviertje in het nestje over. En dan zei ik van, dan wil ik er misschien ook wel 2. Mm-hmm. En dan is de mama van Victoria Marie, die zei van, ik heb nog een nestje waar dat er nog eentje zit. En dat was dan een neefje en dat was dan Leo. Oké. Okay. Dus Marcel komt van bij de mama van Vic en Marie. En Leo komt dan eigenlijk van een andere fokker of... Ja. Maar van, ook in de buurt. Ik heb al iets meegebracht. Je gaat waarschijnlijk lachen. Het vriendenboekje van Jules, Stella en Marlies. Ja. Ik weet niet, misschien moeten ze eens aan de kijker tonen waarom dat jij lacht, want ze gaan het niet begrijpen. Het is nu bekend waarschijnlijk. Ja, ik had dat wel nog niet gezien in het echt. Mijn naam is, dus ik zet Leo en Marcel. Hè? Ja. Ik spul ze beiden in, hè? Anders gaan ze jaloers zijn op elkaar. Van ras, dat zijn Bouvier de Vlaanderen. Zijn er nog andere Bouviers? Ik weet dat eigenlijk niet. Want Bouvier de Vlaanderen, dat is de eerste keer dat ik dat hoor eigenlijk. Ja, ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet wel dat je 2 kleuren hebt. Je hebt bijvoorbeeld de zwarte en je hebt ook die witte. Die witte is ook heel mooi. Amai, witte Bouviers? Ja. Jongen of meisje, dus ja, wij hebben 2 jongens. Ja. En is dat specifiek gekozen? Jongens? Mogen enkele jongens zijn? Nee. Want dat was eigenlijk gewoon omdat op dat moment die honden dan er eigenlijk waren. Maar we wouden wel 2 dezelfde. 2 jongens. Wel geen koppeltje of wel echt wel 2 jongens. Ja, dan, stoer, hè? Lekker stoer. Ja. Ik ben jarig op, dus ja, de Leo is op 31, 12 jaar. Amai. En Marcel is op 29, 3-jarig. Oké. Okay. Broertjes of zusjes? Die hebben heel veel broertjes en zusjes. Ja, ik bedoel eigenlijk in het gezin zelf. Ja, nee, het zijn neefjes, dus, hè? Ja. Maar geen andere dieren hier? Ja, duifjes? Duifjes, maar ja, die weet ik niet als ze eigenlijk vrouwelijk of mannelijk zijn. Dat weet ik eigenlijk maar niet ze zo hebben... goed. Ze hebben duifjes. Ze hebben duifjes als broer ze hebben, en zusjes. Ik zeg altijd dat de Vic een broer is en Marie de zus is. Ja. Dus ik ook. Schrijf op Victor en Marie. Oh.
Zien zij dat omgekeerd ook zo, Victor en Marie? Ik probeer dat zo wat te pushen, dat hij dat nu zo gewoon zegt. Ik had het tegen de Leo. Kom, we gaan naar je grote broer. Dat is dan een Victor, hè. Ja. Zie je uw honden als uw kindjes? Ja. Ja, ja, een echte hondenmama. Ja, echte honden. Ik heb zelf geen kinderen, dus voor mij zijn dat mijn kindjes. Ja. Dus, Is het misschien daardoor dat je geen kinderen hebt, omdat je eigenlijk al voelt... Ik heb geen tijd voor kinderen. Nee, je voelt al, je kunt je moederliefde al eigenlijk overzetten. Wel, ja. En die pakken zoveel tijd en energie dat ik eigenlijk geen tijd heb. Nee. Heel bewust. Dus, ja. Ik ben er heel blij mee. Dus, ja, het is zo gelopen. Ja, het is zo gelopen. En eigenlijk vullen die inderdaad misschien zo... Ik weet het niet, vullen die mijn moederhart of zo? Ja. En dan denk ik voldaan. Ja, ja. Ik kan ervan meespreken. Ah ja, voilà. Het is niet dat je zo het gevoel hebt van oei, op het eind van mijn leven ga ik spijt hebben. Want je hebt mensen, ja. Die ja, zeggen, nee, dat heb ik geen... niet. Nee, ik denk er ook zo niet over na. Ja. Dus ik denk dat het gewoon niet voor mij weggelegd is. Dat kan, hè. Dat is even goed, hè. Voilà, bedoel. Het is dat. Ja. Ik hou niet van, ja, die houden niet van, van regen. Houden die niet? Ik vind die niet leuk, ondanks ze er zo stoer uitzien, krijg ik die niet buiten het regent 's morgens. Dat is niet echt zo. Die komen zo, oh nee, die draaien terug en die gaan terug in hun bed. Ik ben gelukkigst als, ja, voor de Leo is dat ik kan het woord niet uitspreken. Oké. W-A-N-D-E-L-E-N. Ja, voilà. Ik kan dat woord niet uitspreken, want anders moet het ook direct gebeuren. Oh, dus, en Marcel is gelukkig dat hem kan slapen. Als hem kan slapen. En dicht bij mij kan liggen. Ja. En die is vorig jaar is hem gevallen eigenlijk van een verhoogje. Ah, oei. En ik denk dat hem zo eigenlijk zo'n kleine hernia heeft, waar dat een storing heeft voor te plassen. Okay. Dus ik kan eigenlijk niet meer zelfstandig plassen, omdat er daar is een zenuw die gekneld zit of zoiets. Oké. Maar dat is door de val? Dat is door een val. Eigenlijk sinds hij is toen gevallen. En sindsdien heeft hem... En ze kunnen dat niet oplossen? Ja, nee, we proberen zo nu een beetje van alles uit eigenlijk, dus... maar er zit wel wat beterschap in, maar we gaan hem nu binnen 2 weken want hem nog eens een volledige CT-scan laten doen om te zien wat die hernia, als het verergerd is of niet verergerd is. Dus ze kunnen wel met alles iets oplossen, maar toch blijft die storing er wel altijd zo wat zitten, dus dat hem toch wel altijd een beetje een plasprobleem gaat hebben. En nu plast hem terug zelfstandig. Dus vroeger moest ik hem 3 of 4 keer per dag sonderen. Oh. Maar hij is echt zo'n brave, goede patiënt dat hem dat eigenlijk heel goed toeliet. Dus, maar nu dat hij het eigenlijk al een paar weken helemaal zelfstandig. Het is dus een beetje aanpassen voor mij dat ik niet meer moet rondlopen bij mijn zonde. Ja, want ik kan me voorstellen dat jij dan ook nooit ver weg kon lopen. Ja, nee, maar ik heb wel zo een paar hulplijnen. Ik heb mijn poetsvrouw Martin die dat ook kan. Mijn papa kan dat. Ah, ja. Dus ondertussen, als ik dan echt eens een weekend weg ben of zo, dan komen zij hier logeren en dan... Ja. Maar die zitten nooit lang alleen, dus ik ga mijn baasje de gordijnen in wanneer ik honger heb. Hè. Ja. Dan is dat echt, dat is een gepiep dat hem doet, of dat is niet huilen, dat is piepen dat hem doet voor aandacht. En dat wordt de hoorndol van dat je die echt eten geeft dan, omdat dat je dat gewoon, dat is zo ambetant. Ja, maar als hem dat weet, dat je eten geeft bij dat gepiep, dan kan hem ook even goed tijdens een dag ook zo eens beginnen. Nee, dat doet hem dan eigenlijk niet. Toch niet, ja. Dan denk ik altijd dat Marcel meer op de Gert lijkt, omdat hij zo wat meer chill is en relaxed. En altijd zo, die kan zo 5 uur op dezelfde plaats blijven liggen. En Leo, dat is zo'n zenuwpees. En ik kan eigenlijk ook niet stilzitten. Dus ik denk dat ik meer dat Leo meer op mij lijkt. Ja, en ook het aanhankelijke en zo? Ja, dat dan niet eigenlijk. Nee, dat niet. Ik kan heel goed alleen zijn. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ik ben ook nooit alleen, dat is het misschien. Nee, voilà. Want ik kan me voorstellen dat uw man... Ja, toch wel een vrij druk leven als vrouw. Ja, die is niet zo heel veel thuis. Dus, maar ik heb met 2 stoere jongens bij mij. Dan. Ja, ja. Is dat iets waarin dat je ook zou moeten groeien? Alleen, je bent niet alleen, maar ja, om een man te hebben die zoveel weg is. Of is dat iets dat in u zit, dat je graag ook je zelfstandigheid... Ik heb graag mijn zelfstandigheid. Dus ik heb dat... Oh, ik vind het altijd heel leuk dat de Gert terug naar huis komt s'avonds. Ja, gelukkig. Maar ik heb... ik ben ook gewoon heel graag thuis bij mijn honden. Mm-hmm. Daarom ga ik ook niet veel mee. Als Gert, anders dat Gert bijvoorbeeld eens een dag naar Antwerpen gaan, zou ik gerust kunnen zeggen, ik kon even mee en dan doe ik wel daar mijn ding en dan kom ik terug.
Maar ik laat die twee ook niet zo graag alleen. Dus, ja. Dus ik heb er wel vrede mee dat hem ook veel gaat werken. En hij is ook gelukkig in zijn werk. Dus dat is ook een deel dat het, dat het goed komt dan. Dus, ja, en elkaar te veel zien, dat is ook niet altijd goed, hè? Boah, dat is wel leuk. We hebben nu 2 maanden samen op vakantie geweest en dat lukt ook wel. Dus dat is ook belangrijk om te weten dat ook wel lukt. Dus, ja. Ja, we zijn echt op ons gelukkigst, denk ik, als we gewoon samen gaan wandelen hier in de duinen of op het strand. Dat vind ik zo zalig. Mm-hmm. Als ik alleen, gewoon een tweeën, alleen gaan wandelen, vind ik top. Mm-hmm. En zij ook, denk ik, omdat ze dan echt ook heel veel rustiger zijn als ik alleen ga wandelen met hem. Omdat ze voelen van, we moeten voorzichtig zijn, want baasje, vrouwtje is alleen. Mm-hmm. Dan zijn die zo lief tijdens het wandelen. Terwijl wij soms zo met twee gaan wandelen of zo, dan beginnen die zo wat meer te trekken of zijn die wilder. Echt? En dan als ik alleen ga wandelen met hun, dan is dat zoiets van, oftewel hebben zij het gevoel dat zij mij moeten beschermen, of hebben zij het gevoel van, vrouwtje kan ons anders niet houden als wij nu stomiteiten uithalen. Uh-huh. Dus, of je staat gewoon in rusttijd. Oh, maar grappig. Wat een beesten tegenover u dan, hè? Ja, dat voel ik me zo stoer als ik met mijn twee beren op wandel ben. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dus niemand die u zou kunnen... komen, hè? Dat zijn we op ons best. Veilig. Met drie ook, hè? Want zij voelen dat ook precies. Of dat zoiets is van, deze vinden we zo leuk alleen. Ja, misschien voelen ze dat gewoon aan u dat jij heel rustig of gelukkig bent. Ja, misschien dat zij ook wel. Ja. Helemaal zenden en meewandelen. Ja. Want mogen ze hier eigenlijk vrij op het strand? Ze mogen hier niet vrij op het strand. Ik kan dat ook niet toelaten. Ik kan dat ook niet rap doen, omdat ze zijn groot. Hè. Ze beginnen te lopen. Als je dat ziet op afkomen of kindjes of zo. Mm-hmm. Ik snap wel dat dat niet... maar die zijn eigenlijk gewoon en die lopen eigenlijk heel goed aan de leiband. Die hebben een hele lange leiband. Mm-hmm. En als ik soms, kan ik ook eens met ene maar gaan wandelen. Dat is dat ook eens alle aandacht voor hun eigen krijgt. En dan laat ik ze wel eens los. Als je maar ene hebt, dan luisteren ze wel beter dan dat je zo met twee zo de ene naar daar en de andere naar daar. Dan is dat al... en dan doe ik dat hier van achter in de duinen. En ook afhankelijk waarschijnlijk van zomer of winter. Kan mij voorstellen dat het in de winter hier in de zomer niet zo is dat eigenlijk ook niet zo ideaal. Die kinderen zitten en dan zien twee van die beren op je kind afkomen. Dat is, ik zou dat niet erg vinden. Maar heel veel. Heel veel mensen vinden dat niet zo leuk. Heel veel mensen hebben heel veel schrik. Hè. Zeg, je gaat soms maar met ene wandelen. Ja. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Dat durf ik precies niet om ene... achter te laten. Maar dat doe ik eigenlijk ook niet. Ik ben mijn poetsvrouw Martien en dan splitsen wij eens. Dan gaat zij met de ene gaan wandelen en dan ga ik met een andere gaan wandelen. Oké, maar dat is iets anders. Anders dat ook zou aanleren als ze naar de dierenarts moet, als ze naar de kapper moet, dan moeten ze ook splitsen. En dan zo gewoon, in het begin waren ze zo gewoon altijd met twee buiten. Dat dan drama was voor die te splitsen zo. Ja. En nu gaan wij een paar keer op een week ook gewoon apart. En eigenlijk is dat ook wel eens leuk. En je ziet ook wel dat ze daar zo van genieten. Van, ik ben eens alleen met het vrouwtje op pad. Of ik heb eens gewoon alle aandacht voor mij alleen. Ja. Dus, en wisselt je soms af? Of uiteraard. Sowieso. Hè. Als ik de ene dag met een dienen alleen, dan is de volgende dag. Je mag geen voortrekken. Slechte vraag. Nee. Maar ja. No way, nee. Ja. Geen voorkeursbehandeling. Nee. Dat is mooi. Wat betekent een hond in jouw leven? Ja, eigenlijk alles, die twee van mij. Oei. Stel dat je zou moeten kiezen tussen je hond, je partner. Wie kies je dat? Ja, dat mijn partner, hè. Dat vind ik wel heel is een rap antwoord. Neem je hond overal mee naartoe? Nee, helaas niet. Heb je ooit al een hond verloren? Nee. Wat vind je bij je hond dat je bij een mens niet vindt? Gewoon onvoorwaardelijke liefde. Heeft jouw hondje ooit al geholpen bij je verdriet? Nee, niet specifiek. Ben je zelf veranderd sinds je een hond hebt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wat meer een moederhart heb gekregen dankzij mijn honden. Kan je dankzij je hond soms alles even vergeten? Ja, zeker en vast. Als we gaan wandelen. Heeft je hond al dingen bijgeleerd in het leven? De sonderen. Heeft er iemand ooit al een bezwaar gehad op de liefde voor je hond? Nee. Zouden ze ook niet mee moeten afkomen. Wat doe je met je hond dat niemand anders doet? Ik denk echt gewoon knuffelen en ik kruip ermee in bed soms.
Word je snel verdrietig als er iets mis is met je hond? Ja. Slaapt je hond mee in jouw kamer? Soms, als baasje niet thuis. Pas je je leven aan in functie van je hond? Volledig. Is jouw hond je beste vriend? Ja. Ah, laatste. Hoe zou jij de liefde voor je hond vergelijken met de liefde van een mens? Goh, ik vind dat een hele moeilijke om te vergelijken. Ja, het is niet te vergelijken, vind ik. Voilà. De laatste. Oh my god, nog nooit heeft iemand zo rap geantwoord. Jubilee, in minuut 44. Voor 16 vragen. Ja, ik soms gewoon sommige dingen veel te rap antwoord. Maar we zijn gewonnen. Ja, we zijn gewonnen. Mag ik zeggen dat jij misschien een zondagskind of zo? Ja, ben jij geboren al? Ja, ik voel mij ook zo. Ja, was dat als kind ook al? Ja, ik denk dat wel. Ja, zo'n zonnetje in de huis. Ja, ik denk dat wel. Ik voel me eigenlijk, ik voel me extreem gelukkig altijd al geweest. Dus, oh, dat is zo mooi. Ja. Echt? Ja, ik ben ook heel blij mee dat het misschien zo moet ik je nu vragen, hoe doe je dat voor andere mensen die zich niet zo voelen? Pak twee bouviers in huis. Ja, maar voor die 8 jaar... Die waren er ook al. Is dat een karaktereigenschap, denk je? Ja, ik denk dat, ja. Ik denk dat ook gewoon... soms is dat... Ja, misschien moet je af en toe wat egoïstisch zijn en dan zelf denken en dingen doen wat je gelukkig maakt en niet wat de andere mensen je gelukkig maakt. Ik denk dat dat zo wel ene tip is dat ik misschien kan meegeven. Ja, ik denk dat je daar groot gelijk hebt, maar ik weet niet of je dat egoïstisch moet noemen. Want uiteindelijk, als je zelf gelukkig bent en je straalt dat uit naar anderen, maak je de rest ook gelukkig. Ja, maar het is vooral de dingen dat je doet, dat je daardoor gelukkig door bent. Hè. Ik kan me nu wel voorstellen, ik zit nu in een luxe positie, maar ik kan me wel voorstellen dat je een job doet waar je niet gelukkig van wordt, dat je dan natuurlijk ook mee pakt naar huis, dat je dan nog gelukkig bent. Natuurlijk, je zegt een luxe positie, maar je hebt dat wel zelf, daar wel zelf voor gezorgd. Hè. Ja, ja, tuurlijk. Dat weet ik wel, maar... Je hebt je eigen geluk gecreëerd. Ja, hè? Dat is wel. Dat is eigenlijk de beste tip. Hè. Creëer je eigen geluk. Ja. En je graag zelf zien ook, denk ik ook. Hè. Je moet gewoon ook gewoon zelfzeker genoeg zijn en je graag zelf je eigen graag zien. En dan is dat zoiets van, dan ben je content met je eigen en dan zijn je content. En dan weten de mensen zien je dan ook misschien liever omdat je eigen graag ziet. Of zijn er misschien van overtuigd om je rappers... graag te zien, omdat je eigen graag ziet. Ik weet het niet. Ja, zeker, maar hoe doe je dat? Want het zijn veel mensen die dat niet kunnen. Ja, ik weet dat niet. Dat is er gewoon bij mij, denk ik. Ja. Ook al van jaren? Toch wel. Ja. Ik heb altijd wel dat gevoel. Hè. Dat is nu niet dat dat nu zo opeens iets is. Misschien in je opvoeding of zo? Ja, misschien. Ik zal het eens vragen aan mijn zuster, dat ook heeft dat gevoel. Ja, ik weet niet, misschien weet het of dat je zus dat ook niet. Nee, en wel, ik zou dat nu eigenlijk eens moeten vragen. Mijn zuster is een heel gelukkige vrouw, maar ik weet eigenlijk niet als zij in diezelfde mate zoals ik daar zo in het leven staat. Ja. Maar zeker en vast toch ook zeker 80%, dus misschien toch met de opvoeding te maken. Dan. Ja, en heb jij dagelijks ook of routines of een bepaalde mindset die je ook gebruikt? Of dat komt allemaal automatisch bij je? Jij leeft gewoon, je doet wat je graag doet, je ziet jezelf graag. Of zijn er ook trucjes? Heb jij een mindset? Doe jij oefeningen daarvoor? Nee, want ik ben eigenlijk niet zo mindset-achtig aangelegd. Eigenlijk. Ik zeg wel meer, wat ik wel doe, is heel veel sporten. En dat heb ik ook wel nodig. Want als ik bijvoorbeeld zo wat ziek ben of ik heb geen energie en ik kan dan niet sporten of zo, dan voel ik wel van toe, maar dat mis ik nu echt wel. Dus ik denk dat voor mij zo sporten en gewoon wandelen, buiten zijn, dat het gewoon is bij mij. Ja, wat doe je graag van sport? Oh, ik doe alles graag. Ik kan zowel surfen of skiën, lopen, fietsen, fitnessen, roeien. Ik heb zo'n roeimachine, daar ben ik nu momenteel van bezeten. Dus dat is heel stom, maar dat is allemaal een beetje in fases. Op zich een mooie sport, want je gebruikt echt elk spiertje. En surfen, doe je dat hier? Ik heb hier gesurfd in de Noordzee. Ik ben bij Zuid-Frankrijk, want ik ook kan surfen. Dus, dat was iets leuker, wel... niet? Was dat niet warmer? Een beetje leuker. Want hier gebeurt het nog hetzelfde dat ik het doe. Maar vroeger wel veel gedaan. Maar nu in Zuid-Frankrijk kan ik dat gewoon terug herpakken. Ja. Heeft je hond al dingen bijgeleerd in het leven? Sonderen? Ja, ik heb leren sonderen. Hè. Ja, jong. Dus dat was wel een must, omdat dat eigenlijk die hond was toen. Eigenlijk op dat moment kon hij niet meer plassen, dus ik heb dan leren sonderen.
lijkt me niet simpel. Nee, maar ja, uiteindelijk doe je dat toch. Hè. Ja. Ik bedoel, dat is zoiets, dat was ook zonder nadenken. Hè. Dat was ook geen optie van, oh, zal ik dat leren of niet? Dat is gewoon, leer me dat ik dat zelf kan, want ik zie dat hem daardoor verlost is. Je kunt moeilijk dus 4 keer per dag naar de dieren gaan plassen. Ja, nee, dat kan niet. Ja, stel nee, daar voor. Gaan we niet mee beginnen. Zijn er nog dingen naast het sonderen dat de honden nu hebben bijgebracht? Goh, ik denk sowieso, hè. Je moet wat geduld hebben ook. Hè. Je moet misschien wat meer geduld hebben van die honden. Dat je er iets mee gaat doen of dat je ze moet borstelen. Of, geen specifieke dingen zo. Want ben jij opgegroeid met honden? Heb je altijd al dieren in je leven gehad? Nee. Dus dat zijn je eerste honden? Ja. Wauw. Maar de dierenliefde was er wel al? Ja, dat was er wel. Ik had er eigenlijk toen gewoon, omdat ik in de horeca zat, gewoon geen tijd voor. Dus, maar ik was wel altijd al zo, oh, een hond hier of een hond daar. Dus ik was er wel altijd al fan van. Dus, dus was dat ook, De juiste keuze van hier opeens. We toen hier eindelijk, vroeger woonde ik ook op een appartement. Mm-hmm. Dat we dan een tuin hebben nu voor er gewoon honden bij te pakken. Ja. En sowieso. Dat was toen, wel een droom, ja. Toen was het op een dag. Ja. Dat was stond wel... Want je zegt, ik kom uit de horeca. Dat is ook wel radicale verandering van de horeca. Dat is keihard werken ook. Ik zeg niet dat het nu niet aan je werk is, maar toch een totaal ander soort leven. Ja, heel veel drukker leven. Hè. Misschien dat ik nu ook zo besef van dat deze wel echt genieten is. Dat je nu je eigen leven zo wat meer in handen hebt. Ik heb de horeca ook altijd graag gedaan. Hè. Dus ik vond het ook juist leuk dat dat zo ze ook geen zittende job kunnen doen. Dus, maar het is niet dat je het mist. Nee, dat niet. Nee. Ik heb het altijd graag gedaan, maar ik mis het niet. Wou Gert eigenlijk even hard honden als u 8 jaar geleden? Of was dat vooral... Uw wil die... Nee. We heel het gezin, want Marie en Victor waren hier dan ook nog heel veel, veel thuis in het begin dat wij hier kwamen wonen. Die waren nog een pak jonger dan. Ja. En nu wonen die alleen. Dus nee, die wou dat ook. Maar hij wou dat vooral als functie als waakhonden voor het huis te bewaken als er iets is. Of dat de mensen horen van, er wordt hier gewaakt, hier raak je zomaar niet binnen. Mm-hmm. Dus eigenlijk meer zo in functie. Ik vond dat meer zo van, knuffelberen. Dus wel elke een andere functie. Hij is er ook verliefd op ze. Hij is zo stoerder voor het toe te geven, maar eigenlijk vanmorgen lag hem ook, zat hem ook op zijn knieën voordat hij vertrok bij Marcelletje op zijn buik te wrijven. Dus, mannen willen dat niet altijd toegeven. Nee, de mannen willen dat niet altijd toegeven. Die blijven er zo stoer onder. Hè. Ja. Die twee, dat is eigenlijk bijna een fulltime job ook. Hè. Dus ik denk wel... Gert zegt altijd, die dag dat die twee er niet meer zijn, dan valde jij in een zwart gat. Niet alleen van verdriet, maar ook qua tijd. Hoeveel tijd dat jij ermee doorbrengt en gewoon... Dat gaat toch even gewoon een wereld van verschil zijn. Mm-hmm. Ja. Dus ik weet nog niet wat ik met al die tijd dan ga moeten doen. En nieuwe hondjes, hè. Ja. Het is misschien ook een mooie boodschap om mee te geven dat honden toch wel energie en tijd. Ja. Ik denk dat mensen daar soms te weinig bij stilstaan. Ja. Oh, we willen een hond, maar dat ze niet beseffen dat echt een gezinslid of twee gezinsleden daarbij zijn. Sowieso. Dus, slaapt jouw hond mee in je kamer soms? Ja, als soms. Gert er niet is. Als Gert er niet is, dan mogen ze bij mij. En weet hij dat? Ja, weet dat wel. Maar ik doe dat nooit als hij thuis is. Maar vorig jaar hadden we juist ons huis in Frankrijk. En dan was dat zo even zoeken. Hier slapen ze in een garage. Hebben ze een hele grote garage, kunnen ze slapen. Hè? En als ze daar eens een keer fout doen, dan kan dat ook geen kwaad. Dat was zo. Wij hadden daar geen garage in Frankrijk. Dus dat was zo opeens, en nu? En dan hebben we de eerste nacht in de keuken gelegd. Hè? Een bedje in de keuken gelegd. Dat is zoiets van, hoe zal je dat zien? En dan hebben die heel die deur kapot gekrapt. Oei. Dan hadden we gezegd van we gaan ze bij ons pakken, hè, voordat heel dat huis hier kapot gaat. Mm-hmm. Dus we gaan ons bij ons in de kamer. Dus ze hebben vorig jaar 2 maanden bij ons in de kamer geslapen. Echt waar? Maar dat is... Eigenlijk is dat niet te doen. Dat is de hele tijd smikkelen en rondlopen en scheetjes en likken en trippel. En dan komen dan snuffelen aan hun gezicht. Dat was echt... Dus dit jaar hebben ze nu eigenlijk in de gang geslapen. En ze hebben een heel de hang en al de deuren laten openstaan. Maar dus,
En dus, dat ging. Ja, dat en ging uiteindelijk een heel groot succes. Dus, Allee, je had slapeloze nachten toen achter de rug. Dat was, ja. Maar ja, dat was wel het veiligste voor de deuren. Hè, ja. Ja, dat was een vreemd huis. En, ja, dat is normaal. Hè? Dus en dat staat ons nu binnenkort weer te wachten. We gaan nu een nieuw appartement in Antwerpen. Dus we hebben daar weer een nieuwe kamer. Dus dat wordt weer eens zoeken hoe ze dat daar gaan doen. Je kunt alvast de deuren openzetten. Komt er daar ook dan de verhulstjes in Antwerpen? Ja, nee, dat weten we nog niet. Ah, je zit aan het twijfelen. Nee. Ah. Ja, want allee, ik vraag me dat wel af. Ja, je moet het maar doen. Dus het lijkt me niet zo simpel om zo in je privé te laten kijken. Ja, dat is... Ja. En met een, ja, weet je wat dat gewoon is? Dat is ook maar een moment, dat is maar een periode in het jaar natuurlijk dat ze u volgen. Dus dat is nu niet... Maar ja, je laat u wel in je privé of in je slaapkamer. Dus er zijn geen geheimen meer. Dus misschien dat we Antwerpen nog even voor onszelf halen. Ja, misschien wel. Ja, dan neem er allemaal bij als je... Ja, voilà. Ja. Met een bekende familie getrouwd bent. Ja, daar heb je ook waarschijnlijk in moeten groeien, want ik kan me voorstellen dat dat niet altijd evident is. Ja. Nee, ik stond er ook niet, in het begin ook niet zo voor te springen, maar ja, uiteindelijk rolde er zo wel wat in. En uiteindelijk dan denk je van, uiteindelijk was het wel leuk, ik heb me super geamuseerd. En de tweede keer vond het al heel leuk, dus ja. Dus we zijn er al volledig in thuis. We voelen ons al thuis. Ah ja, dat is belangrijk. Ja. Want ik denk in het begin dat je je toch meer in de schaduw of ja, een sowieso. Beetje ik heb ook niet die behoefte voor... Ja. Dus ja. Maar ja, dat is mislukt. Ja, was dat een... Allee, heb je... Ja, waarschijnlijk heb je het zelf niet beslist, maar had een bepaalde reden dat je toch opeens... Ja, nee, ja, die, ja weet je, Victor, Marie en Gert wouden dat heel graag. Ja. Hè? En anders was dat zoiets van, ja, anders... Ja, zonder mij, ik woon hier, ja, wel, ik leef hier, ja, die honden ook. Dus ja, dan is dat zoiets van... Dan moet je dat wel even laten bezinken. Ik stond er niet voor te springen, omdat dat voor hun een job is. Van mij was dat even wennen. Ja. Maar uiteindelijk heel content. Ja, het is alleszins een geslaagde reeks geworden. Wat zou je willen aanpakken? Wat vind je dat moet aangepakt worden voor dieren? Ja, dan zou ik het zeggen dat niemand nog vlees mag eten. Want dat is zo fout. Ah, wel? Hè? Dat is niet fout. Waarom is dat fout? Jij bent de leider. Ik bedoel, je mocht alles kiezen. Ja, dan zou ik vlees eten afschaffen. Vlees eten afschaffen. Ja. Is dat de reden waarom dat jij geen vlees eet uit dierenliefde? Ja, een combinatie van. Ik vind het, voel me er gewoon veel gezonder bij. En ik kan het eigenlijk ook niet. Ik krijg het ook niet over mijn hart als ik... Zelfs ja, als ik zo nog maar een koe of een varkentje zie, nee. Ja, is dat al gans je leven dat jij... Niet gans mijn leven, zo in fases zo is dat wel geweest. Maar ik ben nooit vervent. Vroeger had ik vlees uit beleefdheid zo. Ja. En, maar nooit uit mijn eigen... Oh. En nu ga je niet meer uit beleefdheid zeggen, alleen nee, als je bij vrienden niet meer, zit. Omdat eigenlijk ook zoveel veranderd is, de maatschappij en vlees eten en of vegetarisch, dat je nu eigenlijk overal wel terecht kan met te zeggen van vroeger was je buitenbeentje, je zei ik heb geen vlees. Mm-hmm. Nu is dat eigenlijk een van de normaalste zaken ter wereld dat je geen vlees eet. Dus, en maar gelukkig. Ja. Want het is niet veganistisch, het is vegetarisch. Nee. Ik zou geen kaas kunnen missen. Ah ja. En, maar vis eet je... Heel weinig ook, heel weinig. Ja. En enkel alleen maar op restaurant. Eitjes wel, ja. Daarom vegetarisch. Ja. Is het om de kaas en zo dat je niet echt nog verder wilt gaan met veganisme? Nee, ik denk ook voor mijn gezondheid, denk ik. Ik denk moest ik zo volledig veganistisch zijn, dat ik me daar niet goed zou bij voelen, dat ik te zwak zou zijn, denk ik dan. Ja. Zou ik die indruk hebben. Ja. Dat ik wel soms voel van, ik kan eens een eitje eten of ik kan eens een stukje kaas eten of zo, dat toch wel een beetje vet of wat power heeft meer dan gewoon groenten alleen en fruit. Ja. Dat is wel een soort levensstijl, hè? Vegetarisch en sporten en zijn er zo nog dingen dat je... Nee, dat is het zo wel een beetje voor jou. Ik probeer zo wel een deel... ik probeer wel met de gezondheid bezig te zijn dan toch. Ik vind dat wel belangrijk. Om jezelf gewoon fit en fris en lekker oud te kunnen worden. Ik denk dat hij net een protje heeft gelaten. Zou dat kunnen of het was witsen? Ah. Nee. Oké. Dan is het meestal ook geen protje. Dan is het een prot. Ik was het alleszins niet. Dus. Dat is ook altijd makkelijk, hè, als het door de lont bij ligt. Maar anders zou ik niks gezegd hebben, denk ik. Nee, ook al, Oké, super bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. En ik heb nog een cadeautje mee. Aula. Ik ga dat eerst geven. Het is een zware doos. Dus ik hoop dat ik ze hier niet op deze volgende...
Oh, super. Dat is voor hun. Ik hoop dat ze het graag eet. Amai. Ken je... Ja, ik ken het wel. Oké. Ik ken het wel. Zie je het, vriend? Dus, Leo. We moeten hem niet speciaal wakker maken. Leo. Zit van alles in. Zie je het? Lekkere snoepjes allemaal. Ja. Ja. Oei. Snoepjes. Nee, maar dat is gewoon een doos. Hè. Nu had hem nog niet door wat het er allemaal van lekker zitten. Ah, nee. Het is goed verpakt, dus hij ruikt het nog niet. Amai. Ja, snoepjes en natvoeding en droge voeding. Mooi, jongens. En je gaat het al open doen. Maar dat is zo. Dan worden ze wel wakker. Allee, en je doet een papiertje open en hij komt een beetje recht. Doof, denk ik. Ah, oei. Ook. Dat ook nog. Oh, zeg. Hij gaat wel ruiken, niet? Zo meteen. Het zijn heel gezonde, het is heel gezonde voeding. Dus als ze hem dan toch ziek is, dan... Marcel. Marcel. Zie je, die hoort niet, hè? Ah, wacht, hij hoort het. Ja, wil jij een koekje? Een snoepje? Oh, makker. Lekker zeg. Zo rustig dat die dat pakken. Zijn er trouwens trucjes dat zij kunnen, dat je denkt van, dat kan niemand? Nee, dat kunnen ze niet. Nee. Ze vroegen dat voor de woef, voor de fotoshoot. En die zei, ja, schrijf eens op welke trucjes ze kunnen. En ik zo, geen. Geen, ziet. Liggen? Blij. Ja, liggen kennen die zelfs. Oh, ze lusten het wel. Hier ga je van genezen hoor, makker. Zeg. Voilà, zeg. Voilà. Allemaal op. Dank u wel. Dank je wel voor de lekkere snoepjes. Dat is graag gedaan. Je vriend. Oh, dit was al de laatste. Vinden jullie het even jammer als mij? Ik ga in ieder geval de warme gesprekjes koesteren. En wie weet zien we elkaar terug in een volgende reeks. Dag.